waarom is haar make-up zo belangrijk op de set? Het is het plaatje van de productie, hè. En je bepaalt de karakter samen met de regisseur, hoe mensen eruit moeten zien. Ook vaak moet je mensen transformeren, dat is ook leuk. Of van oud naar jong. Vind je het leuk om haar make-up van oogappels te doen? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja. Toen ik aan begon wist ik natuurlijk niet, en je weet ook niet dat zoiets op een jaar, vier jaar gaat duren. Nee, ik vind het steeds heel erg leuk. Ook omdat ik het een hele leuke serie vind. Wat vind je het leukste aan dit werk? Het leukste aan dit werk is dat het heel erg afwisselend is. Dus tegen de tijd dat je denkt, nou nu heb ik het wel gezien, dan komt er weer iets nieuws. Vind je dat je het leukste beroep van de wereld hebt? Ja, het is een heel erg leuk beroep, absoluut. Na al die jaren vind ik het nog steeds heel leuk. Ja, dat heb ik ook al met acteren. Ja. Dat vind ik ook het leukste beroep. Ja, hè? Nou, daar kun je ook heel lang mee door. Ja. Dat is weer het leuke van acteren ook. En het leuke is dat het iedere keer anders is. Je komt op heel veel plekken, je gaat overal naartoe. Wat is het moeilijk aan het vak? Moeilijk is met de acteurs omgaan. Nee, dat is een grapje. Nee, moeilijk is pruiken. Pruiken is toch vaak lastig. Dat je echt zo verschrikkelijk goed oplet dat je geen plakranden ziet. Zijn er mensen in de serie die pruiken dragen dit seizoen? Jeroen Spitsberg even, hè? Omdat hij zijn haar te kort geknipt had. Die speelde Pim Fortuyn. Dus die was kaal geschoren. En de lengte was nog niet goed toen we hier weer aankwamen. Dus toen moest hij een pruik hebben. Ja, maar het leek echt heel erg. Ik kwam een keer hier binnen en toen zat die pruik op een pop. En toen, ja, dat was echt precies het haar van Jeroen. Dus dat was wel goed gelukt. Ja. Dat heb je ook. Dus dat een acteur opeens zonder baard komt. Of dat hij opeens zijn haar iets te kort geknipt heeft. Dat zijn altijd vrij pijnlijke dingen.